Wij staan hier op het lege veld waar vroeger onze school stond. In 1977 raakten wij ongevraagd, maar niet onbedoeld, betrokken bij de oorlog van een ander. Wij werden met opzet gebruikt als pressiemiddel. De dreiging dat er onschuldige kinderen zouden kunnen sterven, zou de inwilliging van eisen immers wel bevorderen. Wij werden een speelbal in andermans strijd en verloren daar en toen niet alleen onze onschuld, maar ook een van de meest fundamentele rechten van de mens, het recht op zelfbeschikking. Niet dat je dat weet als kind. Niet bewust, althans. Van zelfbeschikking heb je nog nooit gehoord. Laat staan van aantasting daarvan. Je bent gewoon blij als je eindelijk weer naar huis mag, na 4 onbegrijpelijke, bange, warme, onveilige dagen en nachten. Zonder papa, mama, zonder bed, zonder knuffels, zonder pyjama, zonder nachtkus. Daarna leef je verder. Net als je ouders, die de angstige periode het liefst zo snel mogelijk achter zich laten.